En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. De winter is nu echt begonnen. Het heeft afgelopen dinsdag behoorlijk gesneeuwd. Er ligt nog steeds sneeuw. Er is ijzel geweest. Is dit weer voor u een lust of een last? Alle twee. Een last is natuurlijk, wij staan op de markt. En, het is voor ons moeilijker om nou naar de markt te gaan. Omdat het verkeersmoois, veel files, maar het kan ook glad zijn, gevaarlijk. Dus we proberen wel naar de markt te komen als het enigszins goed te begaanbaar zijn, de wegen. Aan de andere kant is dan weer de last. Dat als wij hier staan, dat het heel rustig is. Dat er weinig mensen naar de markt komen. Ik vind het ook wel leuk. Dat brengt natuurlijk wel een bepaalde sfeer. Dus ik vind het lusten en lasten. Nou, allebei een beetje. Vertel. Nou, sneeuwruimen is altijd een moeilijk werk. En dan moet ik. Doet u dat zelf? Ja. Wie doet het anders? Weet ik niet. Lieve buren? Ja, maar die is er op het moment niet. De meisje is er niet. Dus moet ik het zelf doen. En ik heb een oprit, dus alles wordt schoongemaakt. En dan een beetje met zout strooien en dan is het zo schoon. Ik heb geen kinderen, maar ik heb wel in de familie en dat zijn ook mijn kinderen. U heeft dus geen sneeuwpop gemaakt? Nee. Nee, die tijd is voorbij. De jongens zijn te groot geworden. Heeft u van vroeger mooie herinneringen aan het winterse weer? Nou, niet altijd hoor. Hoe komt dat? Werken, hè? Had je geen tijd voor om te dollen? Of om te schaatsen? Dat ging niet. Ging u dan op de fiets naar het werk of lopers? Ik was in betrekking, dus ik hoefde niet elke dag op en neer. Dus... Allebei. Vertel. Ja, het krab is iets minder van de auto. U bent met de kindje. Heeft u samen al iets leuks ondernomen in de sneeuw? Nou, niet zoveel. Nee, het viel vorig jaar een beetje tegen. Toen zijn we gaan snowtuben. En toen kwam de sneeuw in en laarsjes. En toen hadden ze heel koud. En toen dacht ik, doe het nooit meer. Dus dit keer hebben we gewoon alleen met de hond gewandeld. Ja. Even over de wijk waar u woont en de straat. Maakt u de stoep schoon voor uw huis? Nee. Heeft dat een reden? Nou, ik vind het vaak alleen maar gladder worden als mensen dat doen. Maar dan haal je die bovenste laag weg, maar daaronder dan gaat het alleen maar... dan gaat het alleen maar vriezen en zo. Dus ik vind het niet zoveel nut hebben, geloof ik. Ik loop juist liever over de sneeuw dan over de stoep die gedeeltelijk schoongemaakt is. Ik heb het niet lastig, maar we hebben lang tijd niet zo koud geweest, weet je. Dan lang tijd mooi weer geweest hier. Ja, eerste keer zo een beetje lastig, maar een beetje wennen. Een beetje glad, het kan vallen, weet je wel. Ongelukje kan krijgen, iedereen oplet. Om te zien een lust, maar om er doorheen te gaan een last. Maar je ziet het, ik ben ook dik ingepakt, want op een scootmobiel is het heel koud. Maar ja, dan kan je er toch nog op uit. Dus, en het ziet er allemaal zo mooi uit. U rijdt met de scootmobiel. Is dat spannend? Nee hoor, voor mij niet. Doe ik al jaren en ik scheur heel wiegen door. Nog niet in de slip geraakt? Nee, nog nooit in de slip geraakt. Of als ik erin raak, dan kan ik er weer uitkomen. Nou, petje af, hoe doet u dat? Gewoon, durven denk ik. En een beetje weten hoe de scootmobiel werkt. En hoe je bochten moet nemen enzovoorts. Een lust. Vertel waarom. Ja, het is gezond weer. Frisse neus, je wordt er lekker wakker van. En het is voor de rest is prima zo. Beter als de regen weer, hè. We hebben al een rondje van 5 kilometer gelopen, dus... Langs de meer? Nee, wij komen het wensen, dus... niet iedereen die hier loopt, komt het wiegen, hè, dus vandaar. Ja?
Maar praten en maar praten en maar praten en maar praten. Het gaat er om en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou ik maar zeggen wat ik zeg.